helpen die last hebben van diarree, obstipatie of een moeizame spijsvertering. Nou, vaak zijn deze klachten veel minder hevig dan de oorspronkelijke klachten waarvoor het product genomen wordt. Mijn naam is Claire, ik ben gezondheidsdeskundige bij Voot en in deze korte video geef ik antwoord op een aantal vragen die horen bij probioticum voor de darmen. Nou, probiotica of probioticum zijn producten die grote hoeveelheden nuttige melkzuurbacteriën bevatten. Nou, deze bacteriën, zoals bijvoorbeeld de lactobacterie, overleeft het maagzuurkanaal en bereidt hierdoor levend darm. En om te begrijpen wat probioticum dan precies is, en is het heel erg belangrijk om te weten hoe de darmflora in elkaar zit. Nou, de darmflora is een verzamelnaam voor alle bacteriën die in de darm leven. Nou, in totaal zijn dat er ongeveer 100 biljoen. En deze darmbacteriën kunnen onderverdeeld worden in nuttige en schadelijke bacteriën. Nou, bij een gezonde darmflora zijn de nuttige en de schadelijke darmbacteriën met elkaar in evenwicht. En de binnenkant van die darmwand is in dat geval helemaal bezet met goede bacteriën. Waardoor de schadelijke bacteriën zich eigenlijk niet meer kunnen vermenigvuldigen omdat er onvoldoende ruimte is en omdat er ook geen voedsel is voor de nieuwe bacteriën. Nou, zo blijft het in evenwicht, in stand en geniet je eigenlijk van een goede stoelgang. Nou, als je last hebt van een verstoorde darmflora, is de stoelgang dus niet optimaal. Nou, de balans tussen de bacteriën in de darmflora is op dat moment verstoord. En het is daarom voor deze groep van de bevolking kan probioticum een uitkomst bieden. Het kan namelijk mensen helpen die last hebben van diarree, obstipatie of een moeizame spijsvertering, een darmontsteking, een prikkelbaar darmsyndroom of een darmaandoening die vaak voorkomt bij pasgeboren baby's. Het heeft namelijk invloed op het weer in balans brengen van de darmflora, dus die bacteriën in die darmen. Nou, ondanks dat probiotica voornamelijk gebruikt wordt om darmklachten tegen te gaan, kan het ook darmklachten opleveren. Nou, de meest voorkomende bijwerkingen van probioticum zijn diarree, buikpijn, opgeblazen gevoel of winderigheid. En dit heeft te maken met de toevoeging van die bacteriën in die darmen, waarbij het lichaam weer eigenlijk een periode moet wennen om dat weer in balans te brengen. Nou, vaak zijn deze klachten veel minder hevig dan de oorspronkelijke klachten waardoor het product genomen wordt. En de manier om de bijwerkingen van de probiotica te voorkomen is door de inname van de probiotica langzaam op te bouwen. Nou, er zijn een aantal aspecten waar je op moet letten bij een probioticum supplement. Op deze manier kan je bepalen of het een goed product is en de gewenste resultaten gaat opleveren voor je gezondheid. Als eerste is het heel erg belangrijk dat het supplement maagzuurresistent is. Wanneer dat niet het geval is, zullen de levende bacteriën eigenlijk direct gedood worden door het zuur in de maag en zal het geen gewenst effect hebben op de darmen. Dus dat is onwijs belangrijk. Daarnaast is het heel erg belangrijk om te controleren hoeveel darmbacteriën het product bevat. Het is namelijk des te meer bacteriën uit verschillende stammen, des te beter het supplement werkt. En hierbij is een minimale hoeveelheid van 5 miljard bacteriën geadviseerd uit minimaal 8 verschillende stammen. Nou, tot slot is het belangrijk om te controleren of het wel de juiste gezondheidsclaims worden gemaakt volgens de EFSA. Deze richtlijnen zijn eigenlijk Europees vastgesteld om je als consument te beschermen tegen bedrijven die beweren producten te verkopen met een bepaald gewenst effect, terwijl dat niet juist is. Nou, Probioticum Health is een supplement dat speciaal ontwikkeld is voor de darmflora. Het bevat namelijk minimaal 9,6 miljard levende bacteriën uit 10 verschillende stammen voor de darmen. Daarnaast is het supplement met een maagzuurbeschermende capsule ontwikkeld, zodat de bacteriën levend de darmen zullen bereiken en dus ook het gewenste effect zullen hebben. Nou, tot slot is het supplement 100% van natuurlijke oorsprong. Hierdoor wordt de juiste werking van het product gewaarborgd. En het supplement is veilig te gebruiken voor vegetariërs, veganisten, mensen met diabetes, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ja, graag gedaan. Ik hoop dat ik een aantal vragen heb kunnen beantwoorden met betrekking tot probioticum, de darmen, darmproblemen en ook het supplement Probioticum Health van Voot. Mochten er verdere vragen zijn, dan beantwoord ik deze natuurlijk graag. Tot de volgende keer.